In de vorige aflevering van Mind City. Snel, tempo! Ik weet wel wie dit is. Oké, nou, weet je, laat ik hier maar eens geen eens aangifte voor doen. Ik weet wel iets beters. Max? Wat is er aan de hand? Wat doe jij hier beneden bij de spullen? Ja, wat bedoel je? Niks. Gewoon, ik ben even... Wijn... Ja, ik ben wijn aan het halen. Ja, ik heb dorst. Heel wijn dorst. Heel erg dorst. In onze wapenkist. Ja. Ja, ik had nog ergens een oude doos staan. Die had ik hier ergens opgeslagen, zodat niemand hem kon vinden. Want dat is echt heel veel geld waard. Ja, niemand mocht die hebben. Dus ik dacht, weet je, ik zet die wijnfles, zet ik... daar had ik hem neergezet. Achter de werkbank daar. Zo. Ja. Je weet dat we beide eigenaren zijn en dat ik ook de bestellingen zie. En weet waar ze staan. Ja, nee. Hoe kom je erbij? Ik had hem besteld. Ik had hem zelf besteld zonder jou erbij betrekken. Ja, het spijt me, maar als je er zo'n probleem mee hebt... Ik kan je ook nog wel een fles wijn geven. Het kost echt een hele dure fles wijn. Dus als je hem wilt, kan je hem hebben. Maar ja, dat was ik hier aan het doen. Ik voor de rest helemaal niks. Je bent niet boos over die overval die tegen ons gegaan is? Dat je daarom hier beneden staat? Je kent me, ja, weet je, ik zou niks doen. Ik ben een heel lief persoon. Ik doe zulke dingen niet, joh, hè? Gekkerd. Nou, Max, ik ken je donders goed en ik weet wat je wil doen. Ja, ik wil heel graag met jou een wijntje drinken. Kom, ga je mee, of... Ja, oké. Ja, ik heb een hele mooie wijn in mijn huis staan, echt... Ik heb, ik weet niet of je het kent. Ken je die fles Ax? Ken je dat? Ax? Ja, Ax, dat is echt een hele, hele lekkere wijn. Is dat geen luchtje? Nee, Ax, dat is ook een heerlijke fles wijn. Hier, kom mee. Oké. Ja, ik doe even de deur achter dicht, want ik ben niet in de kerk geboren. Maar, ik was even een fles wijn aan het pakken, maar je kon me storen. Ik dacht van, wat ben je aan het doen, jongen? Gekkerd. Ja, ik hoorde je naar beneden gaan en ook lachen, dus ik... Oh, ja, nee, ja, ik zag een hele leuke mop zag ik voorbij komen, zonder een moppenboekje en iemand die erbij was, ja. Ik had gewoon even een momentje in mezelf, ja. Maar dat mag toch? Ja, nee, dat mag, ja, zeker, maar... Ja. Oké. Ja, maar wat vond jij van die overval? Ik moet zeggen, ik vind het wel een, wat vind jij er nou van? Ja, het was, ja, onverwacht, ik had het niet verwacht, zeg maar. Het was wel, het is jammer. Hmm. Maar we moeten nog wel een keer aangifte gaan doen, zeg maar. aangifte? Ja, hallo, we zijn wel €5.000 kwijt. Dat is niet echt iets. Je weet hoe de politie hier is in Mind City. Ze zijn een beetje lui. Vooral die Peter, die is echt een lui persoon. Ja, maar alsnog, we kunnen niet het recht in eigen handje gaan nemen. Dat gaat niet. Hey Sven, laten wij even het recht in eigen hand nemen. Hey, ik ga niet naar de politie, begrijp je me? Hè? Denk je echt dat ik... Denk je dat ik naar die Peter toe ga? Denk jij dat ik gewoon hier in Mind City gewoon het... Ik neem het recht in mijn eigen hand, hè? Ik ga niet naar die fucking Peter toe en gewoon dat er helemaal niks gebeurt met die vent. Ik ben daar helemaal klaar mee, snap je dat? Rustig. Ik ben wel je vriend, hè? Begrijp dat? Leuk wel met een...
Ja, hey, je weet hoe ik ben. Ik ga niet naar die politie toe. Ik ga niet naar die Peter toe. Ik ga niet hier 3 maanden wachten voordat hij aangehouden wordt. Nee, oké, maar we kunnen ook al iets zelf doen, maar ja, als we hem hebben, laat dan over aan de politie dan, maar... Ja, maar waarom moet ik hem overleggen? Kijk, weet je, je weet wat hij heeft gedaan. Hij heeft gewoon een overval gepleegd gewoon in onze eigen zaak. Hij heeft €5000 uit mijn broekzak gejat. En denk jij dan dat ik wil dat hij in de cel komt? Ik wil liever wat anders met hem. Ik wil dat hij hier gewoon... Ik weet wat hij wil doen, ik weet het, maar... Ja, maar kijk, nee, het is niet vroeger. Dat kan nu niet meer. En waarom kan dat niet meer, wil je zeggen? Waarom kan dat niet? Vroeger kon je gewoon naar mij weglopen, ging alles wat makkelijker. Nu met die nieuwe technologie en die gekke stufjes die ze allemaal hebben, kunnen ze ons makkelijker achterhalen. Dat is. Moet ik echt gewoon hier serieus antwoord op geven? Dus jij wil zeggen dat ik naar Peter toe moet gaan en bij Peter even een aangifte wil doen. En wat gaan ze zeggen? Oh ja, ja, laat even die beveiligingscamera's zien. En we lossen het wel even in 2-3 dagen op. Nou, ik heb al eerder aangifte bij hun gedaan. En het duurde zeker 3 maanden à 4 maanden voordat die ene crimineel aangehouden wordt. En gewoon, ik heb daar gewoon geen zin in, begrijp je dat? Ja, nee, dat begrijp ik ook wel, maar ja. We weten beide, ik heb ook geen goede ervaring mee met de politie. Waarom denk je waarom ik dit oog heb, zeg maar. Maar ja, ik leer er wel mee leven. Dat is maar eenmaal zo. Ja, maar weet je wat het is? Het is zo, als ik hem gewoon voor me zie liggen, gewoon helemaal uitgeschoten, al die kogelschoten in zijn lijf. Dat geeft me gewoon een kick, begrijp je dat? Hij heeft €5000 gewoon van mij geript. En als hij gewoon daarmee wegkomt en gewoon lekker achter de tralies kan zitten en zijn familie, die kan gewoon lekker naar hem toe komen en gewoon lekker daar met hem een kopje koffie drinken. Dat is gewoon niet wat ik wil. Ik wil gewoon schoten in hem zien. Ik wil gewoon zijn... Ik wil gewoon zijn nieren, zijn... Ik wil gewoon uit hem zien druppelen. Rustig. Wat is er? Ja, je bent nu een beetje, zeg je dat? Knettergek aan het worden. Knettergek bedoel je, hè? Ja, met ingewanden uit zijn lichaam. Dat zo... What the fuck? Zo ben jij niet. Nee. En ook zoiets. Dan schiet je hem dood. Dan hebben we nog steeds die €5000 niet. Die is ook dan nog steeds ergens in een tas of in een kluis verstopt. Hey, zou die dat niet bij zich hebben of zou die niet in zijn eigen huis hebben? Weet je, ik heb wel... Ik ken die vent, hè? Ik weet wie het is. Ik weet wie diegene is. Daarom, waarom denk je hoe ik zo ben? Hij heeft al eerder een keer een snoepje bij de kruidvat gestolen. Toen ik erbij was, toen ik bij de kruidvat werkte. Ik heb een hekel aan die vent. Dat is een snoepje. 1 snoepje. Dit is €5000. Dit nou, weet je... Heel groot verschil. Sven, dat was geen snoepje. Dat was gewoon een zak snoep. Oké, zak snoep. 1,99. Oké, wow, maar... Ja, dat is... En hij is daar ook mee weggekomen. En heeft hij niet meerdere dingen hier gewoon genakt? Gewoon, heeft hij niet bij meerdere mensen hier iets gestolen? Wij weten niet of hij überhaupt een keer is aangegeven. Dat weten we niet. We hebben het niet geprobeerd. Dus jij wil zeggen, ik moet naar de politie toe gaan en mijn gun wegleggen. Ja, kan je nog gewoon ergens, weet ik veel, in die kist stoppen of zo? I don't know. Weet je, ik weet iets beters. Ik geef gewoon... Oké, kom eens hier. Ga zitten. Hier, voordat ik iets ga doen. En hier heb je mijn kogels. Voordat ik weer iets doms in mijn hoofd haal. Je hebt gelijk. Ik moet naar de politie toe. Weet je, je hebt gelijk. Morgen ga ik naar de politie toe. Ik beloof het je. Oké. Maar als zij weer 3 maanden erover gaan doen... Voordat die aangehouden is, dan neem ik het recht in mijn eigen hand. Snap je dat? Ja, nee, ik ken je, Max. Maar ja. Oké.
Nou, laten we weer aan het werk gaan. Dus ik neem aan dat er geen wijn was, dus dat had ik al door. Je kent me te goed. Je kent me echt gewoon te goed. We zijn 10 jaar wat vrienden, dus... Oké, nou ik ga morgen naar de politie toe. En dan handel ik het hopelijk wel af met de politie. Maar zou het handig zijn om een mes mee te nemen naar de politie? Als we gaan fouilleren, dan ben je wel, ja. Oh, sorry. Ja, waarom heb je een mes bij je op het bureau? Ja, dan kan je zeggen van ja, ik wou hier een broodje gaan smeren of zo. Dat gaan ze niet geloven. Ja. Ja. Dat is wel iets waar ik over na moet denken. Ik ga er even over nadenken en dan zie ik het later wel. Nou ja, laten we weer aan het werk gaan. Ik moet je nog boven wat zaken afhandelen of zou ik het doen? Ik leg even dat wapen even terug. Dus, oké. Ja. Is goed. Sven, ik zie je zo wel weer. Oh. Oké. Ik ben hier gewoon niet tevreden over. Ik weet niet wat me bezielt. Oh, misschien moet ik gewoon naar een psycholoog toe of zo. Ik weet het allemaal niet meer. Ik weet het gewoon even niet meer. Oké. Morgen naar de politie toe. En kijken of we hun wat zaken af kunnen handelen. Dit was een nieuwe Mind City.